Vanmorgen even na 9 uur is hier op de Beekse Dijk in Goorlen een eenzijdig verkeersongeval gebeurd. Een 18-jarige man uit Hilvarenbeek kwam met zijn auto uit de richting Hilvarenbeek in de richting Goorlen. Heeft in bocht, waarschijnlijk door te hoge snelheid, de macht over het stuur verloren en is toen in aanraking gekomen met een tegenligger. De auto is vervolgens in de sloot beland. Het slachtoffer werd uit de auto geslingerd en kwam onder zijn eigen auto terecht. De helikopter, traumahelikopter is gewaarschuwd, de brandweer is gewaarschuwd. Die hebben het slachtoffer bevrijd. En hij is inmiddels door de GGD overgebracht naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. De politie heeft bekendgemaakt dat het slachtoffer inmiddels is overleden in het ziekenhuis in Tilburg. Enkele weken geleden vond in het centrum van Dongen het Levende Beeldenfestival plaats in het kader van het 25-jarig bestaan van de Kameleur. Regio TV maakte een registratie van dit festival waar u vanavond naar kunt kijken. Meneer, mag ik u wat vragen? Als het niet te moeilijk is. Wat vindt u ervan? Prachtig. Zonder meer, ja. Moet het vaker gebeuren in Dongen? Ik vind het wel, ja. Het trekt wel volk, ziet u wel. Ja. Heeft u al meer beelden gezien vandaag? Ja, verschillend. Dit is toch wel iets echt kunst. Wat vindt u ervan? Leuk. Heel leuk, ja. Het is wel eens wat anders. Wordt er genoeg georganiseerd in Dongen? Moet dat zo in het openbaar? Nou, het is maar een vraag. Nou, het mag gerust wel meer zijn, vind ik. Francis de Mik, vandaag in Dongen weer activiteiten, leuke activiteiten. We hebben al wat mensen gevraagd wat ze ervan vonden en ze vinden het fantastisch. Nou, dat ben ik heel blij te horen. We hebben ontzettend ons best gedaan om deze dag goed voor te bereiden. Dus daar zijn we reuze blij mee natuurlijk. Ja, hoeveel kunstenaars, want het zijn kunstenaars, hè? Hoeveel kunstenaars zijn er vandaag die een levend beeld uitbeelden? We hebben 15 beelden hier nu staan langs de route. Een parcours hebben we uitgezet. En we hebben beelden in 3 categorieën. De categorie jeugd, eigenlijk de Dongense jeugd die meedoet. De amateurs en professionals. Ja, ik moest een beetje lachen, want je zei net, 2 beelden zijn ziek vandaag. En dan moet ik toch zoiets van, ja, beelden die ziek zijn. Maar het komt voor, hè? Ja, dat is wel gebleken, ja. Ik had er ook niet echt op gerekend, maar ze kunnen ziek zijn. En als je verkouden bent, dan schijnt het heel vervelend te zijn als je dan ineens staat te niezen als living statue. Dus we hadden wat afmeldingen, maar gelukkig hebben we dat goed kunnen opvangen. Heb jij het erover gehad met deze kunstenaars? Is het zwaar? Is het moeilijk om zoiets de hele dag te doen als vandaag? Ja, het is erg zwaar. En daarom hebben ze ook steeds een half uur pauze. Half uur een act, half uur pauze, half uur een act, half uur pauze. En voor de kinderen is het de vraag of zij dat kunnen halen. Want ja, iedere keer is er weer een bepaalde pose waar ze in staan. En soms zijn ze blij als er een muntje in een bakje gegooid wordt, waardoor ze reden hebben om te veranderen van houding. Ik stond eerder bij een beeld wat echt helemaal, nou je zou bijna zeggen als je het niet beter weet, een echt bronzen beeld, bronzen koperachtig beeld, begin van deze straat. Nou, als je het niet beter weet, dan is het echt, hè?
Ja, dat is een prachtig beeld. Ik denk dat u doelt op architect Kuipers. Dat is een heel mooi beeld. Maar er zijn meer beelden waarvan, ja, waarvan je kunt zeggen van dat is bijzonder. We hebben bijvoorbeeld ook de Leerlooien. Dat is door een lederverwerkingsbedrijf hier in Dongen gesponsord. En dat is precies nagemaakt van het beeldje de Leerlooien, wat hier ook op het Looiersplein staat. Is het een eenmalig evenement of heeft het met een speciale gelegenheid te maken? Nou, zeker een speciale gelegenheid. Dit gebouw hier achter ons, dat bestaat nu 25 jaar. De Kameleur, de huiskamer van Dongen. En het bestuur heeft daar een reden gezien om iets aan te bieden aan de Dongense bevolking. En vandaar dat we een feestweekend hebben georganiseerd. En Midden-Brabantse kampioenschappen voor levende beelden is daarvan eigenlijk wel de topper. Ja, de Kameleur die gaat ook sluiten op den duur. Er is een fusie gerealiseerd. Wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Ja, het is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal. Er is inderdaad een fusie geweest al. Drie gebouwen zijn samengegaan. Dat is de Geubel, het Schouw en de Kameleur. Dat is samen nu Stichting Donkhuis. En daarnaast gebeurt er iets met de gebouwen. De Kameleur gaat plat. Dus we kunnen maar één keer ons 25-jarig jubileum organiseren. En daarna gaan we richting de locatie Sint-Jozefkerk. En dat duurt nog even, hè? Ik denk het wel. Het zou mij niet verbazen als het nog een jaar of 4, 5 zal duren. Ja, vandaag is er ook een winnaar. Want het is ook een beetje een competitie-element wat er vandaag is bij deze levende beelden. Wie zou dat kunnen worden? Dat is misschien een hele gevaarlijke vraag, maar... Ja, ik denk het wel. Maar gelukkig hebben we meerdere winnaars. Er is een publieksprijs, dus het publiek kiest een winnaar. Er is een vakjury die kiezen in ieder geval de winnaar van deze open Midden-Brabantse kampioenschappen. De jeugd wordt allemaal voorzien van een prijs. En ik denk dat ik het dan ongeveer... Amateurs krijgen ook nog twee prijzen. Ja, het is een open Midden-Brabantse kampioenschap, want iedereen kan er aan meedoen. Maar het is ook vandaag een soort wedstrijd, hè? Ja, het is zeker een wedstrijd. En we gaan zeker hopen dat de beste wint. Ja, waar komen de mensen vandaan die deelnemen? Uit heel Nederland, zelfs misschien nog uit België of andere landen? Het is nog niet internationaal, maar dat komt misschien volgend jaar dan wel. Maar ze komen eigenlijk uit allerlei windstreken. Toch wel veel uit het zuiden van het land. We hebben ook een professioneel bureau bereid gevonden om mee te werken aan dit evenement. Dat is een bureau uit Tilburg. En misschien dat we vandaar wel veel Brabanders hebben. Maar ook een bureau uit Rotterdam. Dus Holland is gelukkig ook vertegenwoordigd. Ja, het weer zit mee voor jullie. Dat is heel belangrijk, want dit evenement wordt helemaal verpest door het weer, hè? Ja, dat klopt. Een beeld kun je natuurlijk wel droog wegzetten, om het maar even zo te zeggen. We hebben heel wat afdakjes hier bij de winkels gevonden. Maar het publiek blijft natuurlijk ook weg. Dus we zijn reuze blij dat de weergoden meegewerkt hebben. Nou, en dan maar kijken wie het wordt. Ja, ik durf geen voorkeur uit te spreken. Ik heb echt meerdere potentiële winnaars gezien. Kun je eens wat typetjes beschrijven wat er allemaal staat en wat er is? Nou, als bijvoorbeeld een meisje van 13 jaar, beeldt het vogelmeisje uit. En zij doet mee in de categorie amateurs, omdat haar niveau is zo hoog. En dat is heel bijzonder. Zij staat met een soort plateau met vogeltjes daarop en zij beweegt steeds. Heel mooi beeld. Het is echt een uitschieter. Maar het geldt voor meerdere. Bijvoorbeeld hier achter me staat het beeld Onder Rood, gesponsord door de gemeente Dongen. En dat is een beeld wat ook eigenlijk vooruitgang en echt vernieuwing uitstraalt. Een heel modern beeld eigenlijk. Groen van kleur. Ja, het is helemaal groen. Knalgroen. Staat misschien symbool voor het groene Dongen. Waar staan ze allemaal? Welke locaties hebben jullie daarvoor uitgeruimd of ingeraamd? Ja, we hebben een parcours uitgezet vanaf de Kameleur richting de Hoge Ham. Over de Hoge Ham, vervolgens het Looiersplein en dan de Tramstraat in. Eigenlijk de winkelstraat van Dongen. En de mensen die kunnen tot 5 uur terecht, hè? Ja, om 5 uur worden de beelden hier terugverwacht. En vervolgens komt hier een kleine parade. Alle beelden worden nog een keer opgenoemd samen met hun sponsor. Want zonder sponsoren zouden we dit nooit hebben kunnen organiseren. En vervolgens komt de prijsuitreiking. En die vindt plaats door lokale burgemeester Paats. Ja, is het kostbaar om zoiets te organiseren? En is er ook een subsidie van de gemeente?
Nou, de gemeente heeft gelukkig een beeld gesponsord. De gemeente heeft dit verhaal niet gesponsord. Maar het bestuur van Stichting Donkhuis heeft wel een budget voor dit feestweekend gereserveerd. Maar het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben de duurdere beelden, de professionals, gesponsord. En wij hopen dat als we het misschien volgend jaar wel weer gaan organiseren, zij weer bereid zijn om hier aan mee te werken. Zijn jullie tevreden tot nu toe? Ja, we zijn erg tevreden, want behalve het weer is de opkomst echt goed. Wij denken toch wel zo'n 8000 mensen die hier nu in Dongen rondlopen. En we zijn heel tevreden over de gang van zaken. Wat vindt u ervan, van deze activiteit in Dongen? Ja, is hartstikke leuk. Ik vind het heel knap, hoor. Ik vind het echt kunstenaars. Ja. Zou je het zelf zou het niet kunnen? Ik zou het niet kunnen. Ik zou helemaal in de lak schieten, denk ik. Nee, ik zou het niet kunnen. Je moet ook maar een hele dag blijven staan zo, hè? Ja, is knap. Heel knap. Ja.